Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 46 hier in de Verenigde Staten. We gaan dus kijken wat het dus gaat worden. Staan we op dit moment zevende in het coureursklassement, dus dat is goed om te zien. Maar heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat was in Japan. We hadden daar een prima race namelijk. En het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneren vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career content. We gaan lekker met de abonnees. Dankjewel daarvoor. Dus laten we pushen naar die 165 abonnees. En zo langzaam door richting die 170 enzovoort enzovoort enzovoort. We moeten heel veel onderdelen gaan sparen vanwege de regulatieverandering die aan zit te komen. Maar eerst de grote prijs van Amerika, aflevering nummer 46. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel op het zonnige Austin, Texas. De zon gaat onder, dus we hebben last van schemering. Maar goed, dat hebben jullie denk ik ook wel gezien op het scherm. Goed verhaal. Kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Verstappen zet de snelste tijd neer. En dan zijn we aanbeland bij het einde van mijn eerste run in Q1. De zon schijnt hier lekker fel. En wij laten een 1 minuut 35 274 noteren. Op dit moment voldoende om door te kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. En dan zijn we aanbeland bij mijn laatste run. Die begint al niet zo lekker. Daar iets te wijd en op die broodjes terechtgekomen met nog ongeveer 1 minuut op de klok. Dus dit wordt een alles of niets ronde. Eerste bocht nemen wij wel heel erg goed, jazeker. En winnen wat tijd goed op de exit. Groen in sector 1 en 2, ook groen bij de Delta. De vlag hangt uit in Q1. We zijn teruggewezen naar een P16, P17. Is dat? Waar komen wij te staan? DRS geopend en dat is de 18e positie voor ons. 20e zelfs, 20e positie. Oh wauw, P20. Wat een teleurstellende kwalificatie en Richard Verschoor is wel door. Goed gedaan. Alleen jammer voor ons is het op naar de race voor aflevering nummer 46 van F1 22 My Team Career Mode. Welcome once again then to the United States Grand Prix here in the magnificent city of Austin. It was here in 2018 that Kimi Raikkonen delighted the world by taking the top step of the podium for the first time in 114 races. There's always a record to be broken. So what, I wonder, is in store for us today? We have 10 turns to the left and 10 turns to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turn 1 and turn 12 at this anti-clockwise track. It's 3.6 miles long and we should see average lap speeds of around 126 miles per hour. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday and it's put him on pole. A very happy Carlos Sainz will start second. Considering the rest of the grid, we have Norris, Russell, Sergio Perez and Hamilton. Latifi, Ocon, Albon and Mick Schumacher, Stroll, Richard Verschoor, Kevin Magnussen and Tsunoda. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Fernando Alonso, Joe, the Professor and Pierre Gasly, Teo Pourchaire, Schwartzman, they've taken a grid penalty. Tictum and Max Verstappen completes the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. A warm welcome to Natalie Pinkham, who is beside me in the commentary box today. Now, can I get your take on Max Verstappen? They need to win in order to ensure they stay in contention for the championship. Anything outside of that, and their fate is no longer in their hands. And they can do it for sure, as long as they don't dwell too much on the position. At the end of the day, there's only one way to go racing, and that's to give it everything you've got. Either your best is good enough to stay in the hunt, or it's not. There's no point giving any less than 100%.
Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Stel me niet teleur, zegt Mark Brisely. Moet ook zeker niet gaan doen. Kijken wat we vanaf de 20e positie kunnen gaan doen in deze grote prijs. Het is wat bewolkt. Er komt ook regen aan het einde van de race. Dus dat kan de boel wat opschudden. Neem een gewoon extra brandstof mee. De voorspelde strategie is gewoon medium hard. Een eenstopper. Gaan dus maar één keer naar binnen. En ja, dan moet het gewoon goed komen. En misschien kunnen wij een aantal posities omhoog komen. Punten, dat kan wel lastig gaan worden. Maar goed, dat geeft niks. We gaan gewoon beginnen in de volg. Aflevering nummer 46 van F1 22. My Team Career Mode. Hier in de Verenigde Staten. De Formation Lab gaat dus beginnen. Is begonnen eigenlijk. Nou, heel veel informatie hadden we eigenlijk al lang weten. En dan zit het zometeen op naar de grids. Op naar de start van deze grote prijs. Kijken of wij goed weg kunnen komen van onze positie. Wat gaat er gebeuren in de eerste bocht? Komt er een safety car? Komt er geen safety car? Allemaal vragen die zometeen misschien beantwoord gaan worden in deze grote prijs. En ook, hoe goed komen wij in onze gridslots? Dat is de vraag. In ieder geval, heel netjes, keurig. Goed gedaan. En is het op voor de race. Aflevering nummer 46 van F1 22. My Team Career Mode start op een P17. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen niet goed weg. Gasly is al beter weg. Zit aan de binnenkant van ons. En ook Tsunoda zit misschien te kijken. We maken een divebomb naar de rest van het veld. En moeten oppassen voor Schumacher. En dat is P11. Verschoor een aantal plekken gewonnen. Rijdt in de punten. Goed gedaan van de Nederlander. Nu op naar Schumacher. Hopelijk kunnen wij die snel gaan passeren. Ondertussen opmerkelijk, want we hadden ons als 20e gekwalificeerd. Maar starten dus als 17e. Ik denk dat een aantal mensen grip penalties hebben gepakt. Maar dat maakt allemaal niks meer uit. Nu focus naar Mick Schumacher. Die in de Haas rijdt en al gelijk een gaatje slaat. Ongeveer 15 is het gat. We kunnen hier aan de buitenkant kijken. Aan de buitenkant van Schumacher. Dat lukt niet. Want wij belanden daar wat op de curbstone. Dan hier overtake aangooien. Aanzetten. En Schumacher. Zometeen hopelijk passeren. Einde rechte stuk. Kan dat? Hier aan de buitenkant. Jazeker, laten staan. Dan is deze knik voor ons en het is de 10e positie. Rijden al gelijk in de punten. Onder nummer 2 is het als we daar Esteban Ocon hebben voor P9. En kunnen wij hier iets aan de buitenkant? Nee, helaas, net niet. Dan zo meteen proberen. Kortere lijn nemen. Ocon aan de binnenkant. En wij pakken hem daar heel mooi via die buitenkant. Jazeker, en het is een 9e positie. 2 punten erbij, altijd zo eindigt. Mooie inhaalactie op naar Richard Verschoor. Die rijdt op de softband. En Latifi heeft al een gaatje. 1,3 is het gat. Charles Leclerc deed de snelste raceronde met een 1.36.8. En wij laten een 1.38.2 noteren. DRS ingeschakeld. In ronde nummer 3. Kunnen hier nog niet aanvallen, maar zitten er wel heel dicht op. Leclerc weer met de snelste raceronde. En dit keer is Verschoor gezien. DRS, overtake, betere exit. En die softbanden gaan er denk ik al aan. Nou, Verschoor probeert nog terug te komen aan de buitenkant. Mislukte en dat is de 8e positie. 4 punten erbij. Als het zo eindigt. Goed gedaan. Een goede race tot nu toe. Nu op naar Nicolas Latifi. Het gat is 1,9 en naar Lewis Hamilton is groot. 3,7 seconden. Ik wou 2 seconden zeggen. Het is 3 seconden inmiddels. We zitten in ronde nummer 7 van de race. Als we daar Latifi hebben. En we proberen het
van heel ver aan de binnenkant mislukt. Helaas, want Latifi kan terugkomen. En het is nog steeds P7. Schoor zakt heel ver terug. Tot achter Mick Schumacher. Rijdt op P10 volgens mij. Wij moeten de druk erop zien te houden van Nicolas Latifi. En de wolken beginnen al wat donkerder te worden. En nog 21 rondes te gaan in de race. Charles Leclerc leidt de wedstrijd volgens mij. Lando Norris op de tweede plek. En nu dan zometeen DRS. Overtake. Slipstream. Kunnen wij hier dan aanvallen bij Latifi? Kunnen wij dat hier? Dat lukt aan de binnenkant, jazeker. En dat is P6. Latifi geeft niet snel op. De wielen haakten wat in elkaar. En ik deed een manoeuvre naar de rechterkant om ervoor te zorgen dat Latifi niet meer in mijn rechter achterwiel zat. En dan zitten we in ronde nummer 13 van de race als het al bewolkter is gaan worden. En wij duiken naar binnen voor mijn laatste geplande pitstop naar de harde band. Op positie nummer 6. Sainz is al naar binnen gedoken. Sorry, moet nog een keer naar binnen volgens mij. Voor de medium band. D,3. Een prima pitstop voor ons. En we komen terug denk ik op P9. Jazeker, de negende positie in handen achter Lewis Hamilton. En het gat is 11,2 seconden, maar dat is geen probleem, daar moeten wij niet naar kijken. We moeten naar onze eigen wedstrijd kijken, want de top, ja, die kunnen wij nog niet aan. Hopelijk komt dat in seizoen 4 en we zitten in ronde nummer 23 van de race. Als het daar geel is in sector 1, bij de S-sectie staat een Ferrari stil, het is Charles Leclerc. Charles Leclerc, die de wedstrijd leidde in deze grote prijs, valt stil. En er vallen druppels op de baan en op het scherm. De regen gaat komen tegen het einde van de grote prijs. Leclerc 0 punten. Ik denk dat daardoor Sainz weer de leiding overneemt van zijn teamgenoot. Verstappen heeft ook een slechte wedstrijd volgens mij, alweer. Net als in Singapore, net als in Japan, heeft Verstappen een slechte wedstrijd. En ik denk dat de titel niet naar de Nederlander gaat dit seizoen, maar naar een van de Ferraris. Aan boord bij Leclerc. En hier is het dan gedaan. 0 punten voor de Monegask. We zitten in ronde nummer 26. Als ik naar binnen duik voor de intermediate, gaat dat maar net goed. Niet de muur gelukkig geraakt. En moeten hier dus de race op uitzien te rijden. Met nog een ronde te gaan, duiken we naar binnen voor de regenbanden. Waarom? De baan is zeiknat, dat zien jullie ook. En als we zo doorgaan, dan ben ik bang dat de rest ons gewoon zo pakt. 2,3. Een prima pitstop, jazeker. En komen gewoon weer terug op P6. Voor Perez, dit keer, want Hamilton is lang doorgereden. Volgens mij rijdt Sainz nog op die harde band. Einde ronde nummer 27. Hamilton ook naar binnen gedoken. Norris ook naar binnen gedoken. Geel in sector 3. Daar is iets gebeurd. Met een Alpine. En volgens mij Verstappen. Max Verstappen en Ocon zijn elkaar tegengekomen. Gebeurt niet voor het eerst namelijk. Want in 2018 was het ook al raak in Brazilië. Wat is daar gebeurd? We hebben zometeen een herhaling van de twee. Wij rijden trouwens nog steeds op de zesde positie. Aan boord bij Ocon. Die heeft daar Latifi, volgens mij, voor hem. En geeft daar te veel gas in een bocht, wat je niet moet doen. Staat daar stil, probeert achteruit te rijden. Raakt Verstappen. Ocon moet meermaals steken om die auto weer recht te krijgen. We stappen de pineut in, ja, de grote prijs. Aan boord bij de landgenoot, daar spint Ocon. Ja, en dan rijdt Verstappen er eigenlijk als het ware gewoon tegenaan. Verstappen doet dit gewoon uit zijn eigen, verziekt zijn eigen race.
Dan is de vraag, duikt hij nog naar binnen, ja of nee? Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat Verstappen gewoon doorrijdt. Jazeker, Max gewoon doorgereden in de grote prijs. George Russell wint hier de grote prijs van Amerika. Wij komen op een P6 over de finish. Goed gedaan, brengen belangrijke punten weer mee naar het team. Dus op naar de volgende wedstrijd in Mexico. A truly magnificent drive then, and a great performance from the entire team to secure victory here in Austin. So, Natalie, what do you think helped them deliver this result? Rain always has the potential to liven up a race and mix up the order, and they've taken full advantage of that to claim the victory today. It's a bit of a lottery when the conditions are like this, but they've managed to stay on the circuit and have come out on top. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. George Russell wint de grote prijs van Amerika. Perez naar P2, Norris 3, Sainz met een snelste raceronde naar de vierde plek. Hamilton 5, Weidert naar de zesde plek. Latifi 7, Verstappen 8, Schumacher 9 en Alonso op de tiende plek. Ocon krijgt nog een straf van 5 seconden, valt terug tot P12. En één uitvaller, Charles Leclerc. Daardoor leidt Sainz het klassement met 4 punten verschil. En Verstappen kan nog kans hebben op de titel, maar het wordt krap. En wij dus weer met een prima resultaat. Goed gedaan, pakken weer belangrijke punten voor mijzelf en het team. Jammer van Verschoor, dus ik denk dat we aan het einde van dit seizoen op zoek moeten naar een vervanger. Plus 2 voor mij, plus 4 voor Lewis, 7 tegenover 11. En Hamilton is bezig met zijn laatste races uit zijn carrière en dan stopt hij ermee. Level 23 is het team, level 13 Verschoor, level 17 mezelf. U kent het allemaal wel. En van alle drie de sponsoren het geld binnengeharkt, 1,09 miljoen erbij. Verschoor en ik hebben schade gereden, 75k erbij. In totaal 10,23 miljoen dollar op de bank. Dus dit kunnen we gaan spenderen aan faciliteiten. En ik ben gewoon nu aan het sparen voor een nieuwe teamgenoot. En zo niet, dan moeten we het gewoon even verder doen met Richard Verschoor. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me hoe je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 My Team Creator content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus we gaan lekker. Houden het zo lang mogelijk vol. En ja, nog niet geabonneerd, gewoon even doen. En zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race en video meer van mij mist. Volg me even op de sociale media. @GNLandschaan op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was GNL mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.